Mooi moment voor Ramon Hendricks. Hij maakt zijn eerste minuten in het tenue van FC Utrecht. Kwam in de zomer van Feyenoord. Raakte snel zwaar geblesseerd. Nu hersteld. Centraal achterin. Met naast hem Santiago, die vorige week terugkwam van een zware knieblessure. En gisteren zagen we bij Utrecht 1 natuurlijk Bart Ramselaar zijn rentree maken. Ook na een lange afwezigheid met knieproblemen. NAC begint goed met een schot. Dat ternauwernood wordt gepakt door Tijmen Nijhuis. Het schot is van Agogil. Het is carnavalsmaandag, maar toch 210 fans meegekomen uit Breda en omstreken. Zij zien NAC een corner krijgen die uiteindelijk wordt binnengeknikt door Thijs Veldhuis. Eerste goal in het tenue van NAC voor Veldhuis. Als die corner nog een keer voor het doel wordt gebracht en hij het meest alert reageert. Bij een zege plaats 2 in de periode achter ADO Den Haag. Kortom, echt wel wat op het spel voor NAC. Dat hier slordig is in de opbouw. Overname Jong Utrecht. Opgepikt uiteindelijk door Sanchez Fernandez. En dat schot is Kortsmit te machtig. En zo 1-1. Reinders weet hem niet op doel te krijgen. Sanchez Fernandez duidelijk wel. Hij duikt niet eens. Kortsmit herkent al heel snel zijn meerdere. NAC echt een beetje de weg kwijt. Hier wordt weer geklungeld. Overname Jong Utrecht. Via Descot. Die krijgt hem er niet in. Maar het vertrouwen groeit bij Jong Utrecht. Op de akker in stadion Galgenwaard. Dat een dag eerder al behoorlijk te lijden had. Onder FC Utrecht tegen PSV. Eén zege slechts in 2023 voor Jong Utrecht. Slechts één nederlaag juist. Voor NAC. Het wordt 2-1 voor Jong Utrecht. Yannick Leliendal met zijn allereerste treffer in de keukenkampioendivisie. De linksback duikt daarop bij de tweede paal. En dan is hij simpelweg veel feller dan zijn directe tegenstander. Banzuzi. Tweede helft. Twee wissels bij Jong Utrecht. Waar Santiago en Hendricks logischerwijs naar de kant gaan. Zij werken aan hun herstel. Drie wijzigingen bij NAC. Onder meer het debuut van Matthew Garbutt, Nieuw-Zeelands international. Die wordt gehuurd van Torino. Tom Boeren staat er nog wel in. Schuift de bal voorlangs. Uitbraak. Jong Utrecht. Met Descot. Met de bal. En een aardige versnelling glipt er ook hier langs. Het is 3-1 voor Jong Utrecht. Prima treffer van Anthony Descot. Ook zijn eerste goal in het Utrecht-tenu. De man die gehuurd wordt van Charleroi. Baas over de situatie. En zo wordt de achterstand voor NAC groter. Sanchez Fernandez. Eersteling buitenom. Goed gespeeld door Utrecht. Eersteling. En dan krijgt hij hem niet bij een ploeggenoot. Herkansing Sanchez Fernandez. Het is 4-1. NAC afgeschminkt. Door Jong Utrecht. Het is de 8e goal van het seizoen voor Sanchez Fernandez. Maar wat een catastrofale avond. Voor NAC dat zoveel ambitie heeft. Wat betreft de derde periode. Maar echt niet thuis geeft. Proberen er nog wel wat van te maken in de slotfase. Dit schotje net naast getikt. Schotje van Kotzebue. Zij gaan niet in Polonaise naar huis. Want NAC verliest ruim met 4-1.